Overleg werkgever en werknemer van belang tijdens COVID-crisis. Overleg tussen werkgever en werknemer is van groot belang gedurende de COVID-19-crisis. Zo laat Rowan Norejo, onderdirecteur arbeidsmarkt van het ministerie van Arbeid, doorschemeren tijdens de reguliere COVID-19-persconferentie. Reagerend op vragen vanuit de samenleving zegt de functionaris dat er niet gesneden kan worden in de medische kostenverzekering, noch mag de werkgever de werknemer verplichten thuis te blijven ten koste van dienstverlofdagen. De arbeidsfunctionaris adviseert overleg tussen partijen. De werkgever mag de werknemer niet verplichten verlof op te nemen. Dat moet altijd in overleg tussen de twee partijen, aldus onderdirecteur Norejo. Het ministerie van Arbeid is zich ervan bewust dat de coronacrisis een druk legt op bedrijven, maar volgens de functionaris moeten er toch goede overlegmomenten zijn tussen werkgever en werknemer. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. Today.